wij gaan voor de strijdlust. 7 op een rij. Ik weet niet hoe ik die voting beïnvloed, maar het lijkt wel makkelijk te gaan. Dit zijn Tour de France koers, hè. Breed weg. Alle gevoel breed. Ja, het is kutzooi. Mensen komen in de breakaway today. No. Welkom, we zijn in Felixstowe. Felixstowe. Ook wel bekend als het Scheveningen van Engeland. Ja. Piertje, ook verlaten en dat we gaan niet onderhouden. Het is net Scheveningen wat dat betreft. Schitterend hier. Heb je de koers een beetje gevolgd op tv? Ik heb een GCN-abonnementje afgesloten speciaal voor deze week. Wat een soort marteling, hè? Denk dat ik, was niet leuk. Dat was niet leuk. Dat was niet leuk. Jeetje, Nina. Op zich nog wel entertainment in die kopgroep. De koffie. That's our coffee. Ik zie een latte macchiato, die zou wel van mij zijn. De milkshake voor Bas. Ja, yeah, thank you. Thank you. Hey Mark, welke wil je? Maar etappe 1, wat doe jij nou? Etappe 1, het doel was om daar de bergtrui te pakken. Oké, voordat je door deze geoten echt niet meer weet waar het allemaal over gaat, even een korte samenvatting. We zijn inmiddels bij etappe 5 van de Tour of Britain. De grootste koers die we dit jaar gaan rijden. Fucking vet, er staan al die mannen hier. We hebben voor deze week een duidelijke doelstelling. Kleur geven en meedoen om te prijzen. Concreter gezegd, een top 5 klassering tijdens 1 van de 8 etappes. Is de grootste kans denk ik wel dat wij dat of op een aanvallende manier gaan doen. Geschiedenis-wise herhaalt hij vaak een vlucht 1 van de etappes finish. Oftewel, we willen elke dag mee in de ontsnapping. Dat betekent dat we de heuvelachtige eerste etappe ook meedingen om de bergtrui. Wat dacht je? Ik stuur Harry toe mee. Ja, dat was... Volgens mij zei hij het zelf ook. I'm not the guy to be here. Goed luck, hè? Al lukte het Harry prima om ook zonder bergtrui kleur te geven aan etappe 1. Wow, just got that corner. Oh, Harry Tanfield did very well keeping that bike upright. En zo ontstond er aan het eind van etappe 1 een onverwachts nieuw doel. De prijs voor de strijdlust. Ja, en nu mogen deze clowns je verder uitleggen hoe het gaat met onze verzameling gele rugnummers. Ja, er worden hier elke dag 4 genomineerd. Dat is het idee. Ze hebben het reglement zo gemaakt, want ze willen e-mailadressen of zo, weet ik het veel. Ze hebben een soort public voting van gemaakt. En daarbij hebben ze niet echt rekening gehouden met een continental team waar nog wel een soort trollenleger hebben, fanatieke kijkers. Ik denk wel de laatste keer dat ze een publieke stem eronder hebben gemaakt. Ja, Harry won de eerste dag met 78%. 78% van de stemmen ongeveer. Etappe 2 zat Abraham in de kopgroep. Won met 80% van de stemmen, okay. Dus nog eens meer. Hij reed wel heel sterk, maar was het terecht, weet ik ook niet. Maar toen kwam etappe 3. Abram Stockman is the man who takes it from Belgium. Hey, en vandaag hè, tranquilo. We have now 2 competitive prizes. We want to win them all 7 and 8 and fuck the system. Hey, but you're gonna win, with social media. Hey, rustig gedaan hè vandaag, Jos. Nee, hard, volle bak. Vandaag niet weer hè, sprinten. It is Jumbo Visma who take the wing. Olaf Kooi on the neck and neck on the left hand side as well. But Kooi takes another win. 2 from 2. Vandaag een kopgroepje laten rijden. Hey, wij gaan voor de strijdlust. 7 op een rij. Samen winnen. Jullie de etappe. Ik weet niet hoe ik die voting beïnvloed, maar het lijkt wel makkelijk te gaan. 80% van de stemmen. Maar ja, anders rijden we ook als losers de hele tijd achter iedereen aan. Dus dan kunnen we beter die prijs pakken. Het doet ook goed. Succes. Vandaag jouw wiel. Ja, Davide, gehoord? Wout zijn wiel, hè? Ik denk dat Wout gaat sprinten vandaag. It's a drag slip to the line. It's Kooi, 3 from 3. A hat-trick for the Dutchman. Jumbo Visma, do it again. Maar Harry zat mee. I know that Harry Tanfield looks for, you know, getting aerodynamic, but I'm not too sure a bottle of water sticking out his chest is winning. Dus de strijdlust gewonnen? Strijdlustigste rennen. Echt 100% echt meestrijdlust. Niet genomineerd. Ik vermoed dat ze dus bang waren dat wij 8 dagen op een rij in de kopgroep zouden zitten. 8 keer op rij deze zouden winnen. En dat ze dat niet zouden kunnen uitleggen aan hun sponsor. Gaan ze Olaf dan ook disqualificeren? Vraag me ook af. Gaan we dan in één keer vandaag een bergetappe rijden? Denk niet. Etappe 3 zijn we gestraft. Niet genomineerd. Geen strijdlust. Dag 4. Joren, Hartijs moest in de aanval. Wie zit er in de aanval? Mag jij raden? Abraham en Harry hebben al wel 3 keer de aanval gekozen. Dus dan Joren en Hartijs? Ja, nee. Is het James Boucher, Abraham Stockman en Harry Tanfield. Weer Harry en Abraham samen. Nog eentje mee. Even op de bagagedagen. Die dag na de bergsprint ben je wel klaar mee. Toen waren ze nog met z'n tweeën. Not a great day in the sun. Now is he going to drop back? Left him, yeah. Yes, he is. There's just no point. Is there with a gap at 1 minute. Nu moesten de stemmen gedeeld worden over die twee. Wie heeft gewonnen? Harry. Harry is het populairste. Ja, zullen we even naar het podium zo lopen als we koffie op hebben? I'm the final member of the team.
with his second SportBreaks.com combativity prize win of the race. I bet they're thinking about another breakaway move today, aren't you? Ja, ik bet. Leuk woordkap. Not giving anything away. Ik dacht dat wij een akkoord hadden bij het NK. Ja, nou ja, ik heb geen e-mail ontvangen van jou. Heb je eigenlijk nog een contract voor? Nee. Echt niet? Willen jullie me niet wat aanbieden? Dat doe ik zeker. Instagram DM? Ja, Instagram DM. We zijn de eerste ploeg ooit die via Instagram DM is gewoon erin glijdt. Oh, heb jij de envelop niet gehad? Ja, nee man. En toen zei Fino, I have a bigger envelope. Ja, ze hadden me een beetje teleur op aan je. Nee, je gaat met Fino toch? Ja, joh. Maar er komt een dikke Nederlandse en klaar voor wat dan nog. Wie gaat vandaag winnen? Dus het begint een beetje saai te worden. Vandaag gaan we voor mij. Vandaag doe ik het. Is het jouw dag vandaag? Ja. Oh, leuk. Geen ontsnapping? Nee, sprint. Oh. Jongen, ik heb het gevoel dat jullie die strijdlust makkelijker gaan winnen. Ik heb fout. Gaan we vandaag weer achter Olaf rijden? Oh, best niet te maken, meter nummer vanaf nu. Een beetje te stoken, hè? Een beetje te stoken. Iedereen moet oorlog maken, anders gaan we weer, zeg maar, dan krijg je weer drie man voorop. En dan, oh ja, wie gaat er winnen? Ik zie het heel anders. Ik ben hier voor de strijdlust. Morgen, morgen. Joris ziet eruit alsof hij zo'n ver gaat rijden bij Jumbo vandaag. Ja, ik ben eerder een beetje bang geworden. Wout vandaag alweer in je wiel. Ja, daarom. Hij werd vandaag wakker en keek om met Wout in zijn wiel. Ik kon ook gewoon niet meer slapen. Pas op, hè, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Niet kijken. Laatste keer rijden, Wout. Ik heb niet gekeken. Stage 5 in Suffolk and again in bright sunshine. And another opportunity for Olaf Kooi and Jumbo-Visma potentially to do something very rare indeed, and that is win 5 consecutive stages. Yo! Good morning! How are you? Good. Fancy going in a breakaway today? No. But we'll help you guys. Yeah, you help us? Yeah, we do every day. Hey, ik geef je 2 shirtjes als je gewoon een keer een dag laat rijden. Sorry. Nee? Hoeveel shirtjes wil je ervoor hebben? Ik wil een aandeel in de ploeg. Aandeel in de ploeg? As the race got underway from Felixstowe and out onto 192.4 looping kilometers. Bas, als we vandaag winnen, ja. Omdat Jumbo niet meerijdt, dan heeft Nathan van Hoorn ook wel een aandeel in de ploeg. Mag ik dat eigenlijk beloven aan een renner? Ik heb niet gezegd hoeveel aandeel, hè? Direct vanaf de start is het koers. Geen enkele ploeg lijkt zin te hebben in weer een optocht naar de finish om daar toe te kijken naar de sprint van Jumbo-Visma. Nu gaan we Joren en Matthijs met z'n tweeën. Met die James Fouché. Dit is mooi. In een grotere en dus kansrijkere groep lijkt Matthijs uiteindelijk weg te zijn met 4 anderen. De situatie is dat na een onstuimige start een zeer sterk clubje van 5 weg is, waaronder Matthijs de Vries. Het blijft aanvallen regenen. Ah, maar goed dat het aanvallen regent en niet hier. Hey. Danny is gewoon aan het aanvallen. Die deed gewoon een lead-out voor iemand anders om weg te komen. Nu gaat Wout van Aert mee. Dat is niet gunstig. Die rijden gewoon met z'n drieën. Holy fuck. Schelling, Turner en Van Aert. En Van Aert, ja. Hebben we vanochtend mensen boos gemaakt? Maar nee, Mullen is het denk ik, Ryan Mullen. Maar Wout krijgt gewoon elke dag de opdracht om elke gast die na de ontsnapping nog probeert, om die gewoon dicht te rijden. Hebben ze hier ook een bankje? Oei. Ah, daar komt Petonna, oei. En waar is de kopgroep dan? Oh, de kopgroep is teruggehaald. Kutzooi. Klasse, Joren. Kom aan, Joren. Kom op, Abraham. Kutzooi. Nou, misschien ook een hele goede situatie. Ik weet niet. Nou, helaas niet. Een paar minuten later ontstaat er namelijk weer een kopgroepje van 2 man waar Abraham gelukkig nog naartoe weet te springen. Iedereen moet oorlog maken, anders gaan we weer, zeg maar, dan krijg je weer 3 man voorop en dan, oh ja, wie gaat er winnen? Maar alles lijkt weer uit te gaan draaien op een massasprint. En dus slaat bij alle partijen de verveling toe. I've got wholemeal bread, ham, cheese, marmite, lettuce and tomatoes. It's a proper old-fashioned. Is that making you feel a bit hungry, Brian? No, I'm fine. What are you washing it down with? A cup of tea. You want to be on TV? Yeah. Then you have to wave. And now do a wave. Fantastisch. Can you all wave to this guy? Zwaai even terug, heel gek. En dit is waarschijnlijk een videootje van, wat is het, 8-9 minuten op YouTube. Fucking leuk, alleen maar grappige dingen. Actie, sensatie. Succesvolle bidon handouts van Bas. Nee, dit is the real life. Abraham. Oké, okay, dan niet hè. Ik weet niet of dit de beste plek is. Is niet een goede plek. Wat? Niet een goede plek. Bas, wie rijdt op kop? Waar zet je op in? Jos, Movistar of Kruiswijk? Nee, eentje kiezen. Ga ik voor Kruiswijk nu. Oké, dan zet ik hem op Jos in.
Joren! Even twee dingen. Jos stemt op kop. Ik sta en we stonden echt voor lul of zo. Ja, en ik heb gewonnen. Dus jij hebt dubbel verloren. Na een saai middenstuk maken we ons erop voor een spetterend einde. In de sprint heeft Davide in de eerste 5 etappes bewezen bij de top 10 te kunnen sprinten. Ja, maar ik heb soms echt een beuk gekregen dat ik dacht van what the fuck. Mooi gedaan, man. Ja, this road furniture is a little bit dangerous. Daar zitten ze. Ze zitten op kop. Daar zit Davide, of niet? Ja. Hoeveel kilometer moeten ze nog? 1,5 of zo. Huh? 1,5 denk ik. Ja, David, deze is perfect. En vandaag heeft hij ook nog eens een speciaal wapen. We hebben hier een speciaal wapen. Chain ring, dat in de finale lichtjes naar beneden gaat. Dus dan gaan we daar proberen een voordeel mee te halen. Hopelijk kunnen we dan wel eens beter als 10 sprinten. Zo, we houden vroeg op kop hoor. Yeah, another left-hand corner. We're inside the last kilometer now. They're right at the front and they've let Wout van Aert go. This is a tactic, a different kind of tactic. Are they going to give this to Wout van Aert? What a tactical play! This is absolute masterstroke! Van Aert win, denk ik. Ja? Solo, ja. This will be absolutely astonishing if he can pull this off. This is absolutely superb. Jumbo-Visma are unstoppable, as is Wout van Aert. Absolutely superb. A masterstroke from Wout van Aert and Jumbo-Visma. Well, that was superb, Brian. Davide. Je ziet er goed stuk uit. Klasse, jongen. We komen er wel, hè. Hoe was het? Fucking goede job van de gasten. Liet Olaf het gat vallen en... Ben je bewust? Fucking slim. Huh? En die laatste bocht, gat vallen en een andere... Hoe ging het? Hoe was je dan? 7e of zo. 7? Maar echt perfect volgens plan, alleen ik raakte een beetje even opgesloten. Toen regen er dus een put waardoor ik even momentum kwijt was. 7 is ontbreed, sprint is netjes, hè, jongen. Het is een Tour de France sprint, hè. Breed je weg, alles veel breed. Als jij hier kan handhaven, ja, dan is de 7 breed voor elkaar. Tik hem aan. Fuck, goed maatje. Echt. Perfect, we vinden elkaar echt makkelijker en makkelijker. Ja, ik dacht van, ik ga gewoon nu in jouw wiel zitten en wanneer je nodig hebt, dan kom ik er voorbij. Dit is grote mannenwerk, jongen. Genoten? We gaan gewoon naar de camper gaan rijden. Wel een beetje dit. De laatste kilometer, 1,5. Ja. Zo kop horen. Ja. Oh, dat was echt leuk. Ja, dat was echt ziek. Klasse, man. Heel. Ik zag Joren net na de race. Insane trots en blij op zijn eigen prestatie en op de teamprestatie. En dat maakt mij blij. Jawel, onze prestatie. Jawel, jongen. Dat heb fucking goed gedaan, man. Nick, hou die camera even. Domme man. Hey, verdomme goed. Hier. Dat is goed. Ik heb genoten vandaag. Ja? Wat ga je doen? Zwemmen. Hoezo? Cool down, maat. Ja. Baywatch. Ik hoop dat mijn zitvlak het overleeft, want dat ligt een beetje open, dus dat gaat wel branden, denk ik. Of is dat te veel informatie? Dit is toch ook... Ja, daar komt ie, hoor. Hey! Nee, doe hem los, doe los dat ritje. Los dat ritje. Ja, ja, ja. Oh! Team Spirit is reaching. Wat zit jij nou voor evaluatie doen in het Engels dan? Reaching what? We had an exquisite day in Felixstowe. Davide Bomboy. Aiming for the moon, but finishing on 8. Voor de 5e dag op rij finishen we in de top 10. Voor de 5e dag op rij is de 20 ontsnapping. Het gaat nog 3 dagen zijn. Morgen schijnt het wederom een sprint te kunnen zijn. En daarna gaan we de heuvels in. Maar Thijs liet vandaag zien wel goede been te hebben. Joren is goed omhoog. Davide morgen misschien nog een kansje. Dus dat belooft veel. En kijk, ik zie weer een paar renners van ons ergens erin springen. Ja, dat... Harry maakt vriendjes met een andere ploeg die ook zwemmen gaat. Ja, zwemles. En dan zeggen we vanuit Felixstowe, tot morgen. En see you tomorrow. En zien we je morgen in... Zien we you tomorrow. In Southend. Ik got de politie hier. Ja, nee, maar je moet je renners beschermen. Lekker jongens! You help us a bit, we help you a bit. We have really good climbers that help. Harry. Harry.